niet laten vaccineren. Wilt u uitleggen waarom niet? Wij beleiden met de Heidelbergse catechismus dat gezondheid en krankheid in Gods hand is. Dus wij zeggen niet, wij vertrouwen op God dat wij het niet krijgen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar God bepaalt of u het krijgt. Wij zien gewoon ook om ons heen dat inderdaad nu de slachtoffers, dat we graag de cijfers ga ik helemaal niet aanvechten, die wil ik graag aannemen, dat inderdaad onder de ongevaccineerden dat daar de meeste slachtoffers vallen. Maar het is voor ons een gewetenskwestie dat wij beleiden dat het ziekte en gezondheid uit Gods hand komt en dat God er een bedoeling mee heeft in ons leven. En mag je het dan niet proberen te voorkomen? En daarmee willen we inderdaad het voorkomen. Dat is eigenlijk voor ons eigenlijk het knelpunt. Wel medisch behandelen als de ziekte er is, maar niet het van tevoren ingrijpen. Ja, dat is wat veel mensen zich afvragen dan. Van, je mag dan kennelijk niet voorkomen dat je het krijgt, maar als je de ziekte hebt, mag het wel behandeld worden. Waar zit dat verschil dan? Waarom moet je het dan niet laten gebeuren als je het krijgt? Omdat het niet zeker is dat we het krijgen. Nee, maar ik bedoel, als je het eenmaal hebt, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dat is de straf van de hand van God. Nee. Dan beleiden wij dat inderdaad daar, ik zou bijna zeggen, de opdracht is om juist de gezondheid te zoeken. Dan is het de opdracht om de gezondheid te zoeken? Ik denk het wel, ja. En daarvoor niet? En daarvoor niet, want dan ben je niet ziek. Nee. Dus het is inderdaad een vooruitgrijpen op een ziekte die er nog niet is. Nee. Wij hadden het daar straks over dat het, want dit gaat over mensen individueel, maar met zo'n pandemie heb je ook dingen nodig voor de hele groep, voor de bevolking. Waarbij je zou kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk een vorm van ingrijpen in de gezondheid van de hele bevolking. Ja, we zitten in de samenleving en in de, ja. Van tevoren wil ik trouwens wel even, als ik mag, de ruimte nemen om te zeggen, er zijn 2 miljoen, schat ik grofweg. U noemt net 19%. Niet gevaccineerden. Daarvan zijn, denk ik, om religieuze motivatie niet gevaccineerden. Ik schat grofweg 50.000. Dus het over 2,5%. Ja, dat is een kleine groep. Maar ja, de ziekenhuizen in de buurt van Staphorst liggen vol. Ja. Dat horen we ook tegelijkertijd. En op zich, zelfs al zou het er nog minder zijn, ik denk dat we bereid moeten zijn om daar onze motivatie van daar openbaar te zijn en die neer te leggen. Dus daarvoor zit ik hier ook. Mevrouw Koopmans die zegt van ja, je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor andere mensen om je heen. Ja. Dat heeft ieder mens een verantwoordelijkheid voor de mensen om zich heen. Ik bedoel, zo zit de samenleving in elkaar. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Ik kan alleen maar zeggen, voor onszelf beleiden wij dat het een gewetenszaak is om hier mee te gaan. Dat betekent dat het voor ons ook wel over dood en leven gaat. Niet alleen voor mezelf. Het gaat ook over mijn kinderen. En het gaat inderdaad dan ook over mijn buurman en mijn buurvrouw. Mensen die ik allemaal, die me zeer dierbaar kunnen zijn. Ja. Waar ik aan mij verbonden voel. Dan zou ik zeggen, voor mezelf kan ik zeg het aarzelend, maar zou ik de beslissing nog het snelst nemen. Om niet te vaccineren. Ook al is daar inderdaad ziekte en ik durf dat niet te zeggen, maar ik zeg toch, de dood aan verbonden. Voor mijn kinderen wordt die beslissing al zwaarder. Ja, en toch doet u het. Maar toch doe ik hem wel, ja. En zelfs voor mijn naasten. Ja. Ik zit hier niet om een bepaald standpunt te verdedigen, maar ik wil alleen open eerlijk zeggen hoe wij er hierin zitten. Ja.